Breda Nu. Je weet het meteen. Want als je nou heel goed naar die snaveltjes kijkt, dan zie je dat die net allemaal een beetje anders zijn. Zie je dat? Kijk, deze is lang en die is kort. Die lijkt een beetje op elkaar. Ja, ja. Elk jaar is de Nationale Tuinvogeltelling en al boerderij Wollersla doet hier graag aan mee. Door gebruik te maken van alles wat er al is aan informatie, maar ook vooral voor de kinderen en voor de ouders iets leuks daarbij te bedenken. We hebben daarvoor de West-Brabantse Vogelwerkgroep gevraagd om een wandeling te organiseren en vogels te kijken met kinderen, met verrekijkers. Aan de hand van deze officiële tuinvogellijsttellingen kunnen we een mooi beeld krijgen welke vogels we op Wollerslaar zien, op landgoed Wollerslaar. En ook met de uitleg erbij van de West-Brabantse Vogelwerkgroep. Kijk, 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 daar ging die. Ja. De ijsvogel. Zag je hem? Hij is met eieren en ze zitten tussen de bladeren, dan zie je ze niet. Dan zijn ze, hebben ze een schutkleur, zijn ze goed gecamoufleerd. Ja, u heeft hem gezien? Nee, hè? We horen hem, ja. Een gaai. Een merel en een gaai. Ja, houtduiven. Kijk, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, zo, ja. En dat is heel bijzonder, want... Kijk, daar zo. Ja, kijk, daar vliegen ze. Ja. Wat zijn dat? Een sperwer. 5 stuks. Ja. En de kinderen hierachter zijn bezig om vogelvoer te maken en krijgen daarbij uitleg van Anja Barendrecht van Natuurcreaties. Ja, dan krijgen ze toch een behoorlijke dosis zout binnen, dus dat is dus eigenlijk ook niet goed. Zout droogt uit, leidt tot een stukje uitdroging. En olie, als je op oliebasis, boter, andere olieproducten, dat kan te laxerend werken. Maar je moet even wat uitproberen. Met die naald kan wel ook. Geven die van de grond eten. Oh ja. Of van de voederplaat. En ze krijgen daar gewoon uitleg van hoe kun je vogelvoer maken, waar moet je op letten, dat je niet te veel zout geeft en dat soort dingen. Dus zo proberen een koppeling te leggen tussen iets wat elk jaar terugkomt en iets wat je zelf leuk zelf kan doen bij jou thuis.